En oké, goedemorgen. Het is op het moment. Is het 6:08? Ik ben zo moe. Ik sta op het moment op Schiphol en we gaan met school naar Rome toe. Ayla, hebben we er zin in? Echt heel veel. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle humps. Ready to race to you. These days are all. We zijn dus eindelijk aangekomen in ons hotel en het is zo cool. Kijk, onze bedden. Ik lig daar. Kijk naar dit. Is toch mooi? Een fietstocht aan het doen. Ik vind het heel leuk. We zijn niet moe of zo. We zijn echt f***ing moe. En de helft van de wegen hier in Rome zijn echt niet lekker om op te fietsen. Echt gewoon niet lekker. We zitten nu op de Spaanse trappen trouwens. Gaan we nog een keer langs. Oh, ik moet over die fontein vertellen toch? We gaan straks verder fietsen. Waar zijn we? Het Vaticaan Museum. Zo. Dit is dus op het moment de tweede dag van Rome. Ik weet niet of ik dat heb gezegd. We zijn vanmorgen naar het Vaticaan geweest. Dat was wel cool. En we hebben nu 2 uur vrije tijd ongeveer. Om te gaan shoppen en zo. En we hebben ijsje gehaald. Het is echt bloedje heet. En ja, dat was het. Het is nu dag 3 van onze Rome-reis. Ik heb mijn zonnebril aan binnen. Maar ja, we gaan zo meteen naar een museum van moderne kunst of zo. En verder gaan we naar Spaanse trappen. Ik moet mijn presentatie doen. En we gaan allemaal leuke dingen bezoeken en shoppen. En daar heb ik zin in. We hebben dus net ontbeten. Maar we hebben wel het ontbijten. We hebben een pakje koekjes. Er zijn ook al een kerstpakket aan het einde achter. Maar nu heb ik mijn hele tasje vol zitten met koekjes. Hier zitten 3 pakjes koekjes in. Hier zitten er 2. En hier achter zitten er ook 2. We zijn in Italië. Schattig! Ah, de 2 bolletjes vol. Auw, kerk. Wauw, mooi. Goedemorgen, het is vandaag dag 4. Ik wil dus eerst gaan filmen bij Il Vento da Capone. Nee, maakt niet uit. En we hebben nu een lunchpauze en we hebben net gewoon koffie to go gehaald en pasta. We gaan nu lekker eten.
lekker. Hello. These are some of the things we expect with summer. Hey jongens, zijn we geslaagd? Zeker wel. Ja, we zijn net weer shoppen, want we hadden vrije tijd. Ik vind het Colosseum niks, sorry. Daar zijn we net geweest namelijk in de middag. We gaan nu naar het hotel en gaan we avondeten. Oké, het is de laatste dag vandaag. We gaan straks ergens mee naar huis. We hebben nu nog de laatste vrije tijd om de laatste souvenirs te halen en zo. En te eten, want ik heb honger. Dan is het op het vliegveld om naar huis te gaan. En we hebben hier een Ferrari bar. En daar een Mercedes café. We gaan straks vliegen. Oké, ik ben dus nu weer thuis. Het is nu bijna 12 uur. Ik ga hier buiten video afsluiten. Ik heb het echt super leuk gehad in Rome. En wat ik het leukste vond was denk ik toch wel het Vaticaanmuseum. En natuurlijk gewoon de gezelligheid eten. Ik reed hier vanmiddag bij de lunch. Heb ik de lekkerste pasta carbonara in Rome tot nu toe gehad. En die ben ik gewoon vergeten te filmen. Echt gewoon super dom. Maar is het wel op mijn Instagram natuurlijk. Dus daar kunnen jullie hem wel op checken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video.